Basic Fit, KPN en Fox Sports, partners van de Eredivisie. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Eredivisie speelronde 5 en we zijn hier in Pool C. Want we hebben namelijk de volgende wedstrijd FC Groningen tegen Fortuna Sittard. En dat is niet zomaar een wedstrijd in speelronde 5, Pool C, nogmaals. Dat is namelijk een wedstrijd die gaat om plek 1 voor FC Groningen. En Fortuna Sittard speelt eigenlijk in alle eerlijkheid helemaal nergens meer op, want die hebben sowieso play-offs behaald. Maar Feyenoord en Excelsior spelen ook in deze Pool C tegen elkaar. En Feyenoord en Excelsior hebben 9 punten en Groningen, dus Nick den Hamer, 10 punten. Wat betekent Groningen moet minstens winnen. Of bij die andere wedstrijd moet het gelijk blijven. Ja, maar je moet het wel het heft in eigen handen nemen. Je moet winnen om zekerheid te stellen dat je eerste wordt in deze pool. Uiteindelijk is hij met een gelijk spelletje is hij sowieso zeker van de volgende ronde. Oh, daar gaan we weer hoor. Lekker met de voorzetjes. Ho. Ja. Ja, dat zeg ik. Je bent gewoon niet scherp. Ja. Misschien, omdat het er niet toe doet. Het is ook al gewoon een scheidgoal. Proficiat Nick, leuk. Ja. Goed begin. Maar ja, hoe is dit nou weer mogelijk, Rob? Ga mij dat eens vertellen. Ja, FIFA 19. Aha, nou, verklaart het nou. Tot zover mijn beargumentatie. Ik denk dat die wel aardig rond is nu, toch? Ja, die is wel aardig rond. Die reden compleet. Ja, bizar. Maar het is natuurlijk voor Nick... Kijk, we kunnen wel zeggen van... Oh ja, voor Fortuna staat er niks op het spel. Dus dat is in niks een voordeel, want die moet wel... Nick staat niet voor niets eerste. Die is ook gewoon echt heel erg goed bezig. Dus Nick kan zich lekker bewijzen deze wedstrijd. Hier gaat Ronaldo en die is van David de Gea. Moet een beetje geluk mee zitten en wat Nick wel had bij de eerste goal. Wat dat betreft gaan we gewoon een vrije trappetje nemen. Nick zou ook wel denken van ja, het is toch wel, weet je wel, je wil toch winnen, je wil eerste worden. Dan denk je, oeh, misschien wordt het een zware wedstrijd. En dan kom je na 3 minuten op deze manier 1-0 voor. Ja. Nou, dan denk ik dat je toch wel blij mag zijn. Eens, dat is wel lekker. Dit lekker is een heerlijk begin. Mbappé weer. Zeker als je hier gewoon een El Tornado doet en dan vervolgens Ronaldo ziet met de voorzet. Wat hij eigenlijk net deed dus. Doe eens. Oh. Doe eens. Ja, maar, ja. Het is uiteindelijk... Ja, Ronnie. Ja, ho. Ja, ho. Neem maar. Ho. Kleine Akka. Het hoorde kraken. Ik wil even mijn microfoon goed. Ja, zo is beter. Au. Sorry. Ik sloeg het voor je hoofd. Ja. Maar wat dat betreft, de El Tornado's zijn natuurlijk hartstikke goed. En daarom ziet hij Cristiano Ronaldo de LM-positie. Dat zorgt er namelijk voor... Dat hij kop wel eens kan winnen van de gemiddelde rechtsback. Maar ja, Fortuna staat natuurlijk al voorbereid. En zet Varaan, het team of the year rechtsback. Zodat uiteindelijk die kop ook moeilijker gewonnen kunnen worden. En hier is ook dat duel tussen de twee heren. Waarom dan geen... Zeg het eens, Rob. Waarom geen Sergio Ramos op rechtsback? Waarom geen Sergio Ramos op rechtsback? Dat zie je vaker dan Varaan, toch? Nou ja, dat is een persoonlijke kwestie, denk ik, Rob. Je hebt of Sergio Ramos links en Varaan rechts. En Maldini heb je dan centrum. En dan kan je eventueel Ferdinand. Maar oh ja, hij heeft Ramos op linksback. Ja, wat maakt het nou weer uit of je Ramos... Oh, hij heeft Ramos op linksback? Ja, Ramos op linksback. Oh, dus hij speelt gewoon met 4 centerbacks eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. En wie staan er dan centraal nog? Ja, Maldini. Ik denk Ferdinand en Maldini. Maar dat is Maldini en... Virgil? Is dat Virgil? Dijk? Lekker hoor, Big Virge. Ja, maar dit vind, hier genieten we gewoon van. Ja, ik vind dit leuk. Dit is gewoon Nederlandse lekker. Linkie met, ja, dit is een linkie met Ruudje. Sterk, ja. Sterk ja, link. Ja. Zo'n hyperlink wat ik geleerd heb. Is geen hyperlink. Het is een icon en een... Is dat niet Nederlands? Nederlands is dat dan weer geen hyperlink? Nee, je moet... Ik dacht dat ik dit spel door had. Zelfde land, zelfde club is het volgens mij. Ja, maar alleen. Bij icons kan het toch niet zelfde club? Dus dan ben je gewoon geen hyperlink. Ja, maar icons boeit het ook niet, want die hebben links met iedereen. Dus... Ik vind jou ook niet echt leuk doen wat dat betreft. Ja. Ga het even op zoek anders. Nou, Eusebio aan de bal. Nick natuurlijk nog steeds met een comfortabele 1-0 voorsprong. 22e minuut. Ik ben heel erg... Oh ja, nu gaat hij even het opzoeken hoor. Zoek het even op anders. Ik ben gewoon even van Dijk. Ja, dan gaan we even kijken of het een hyperlink is of niet. Kijk, wacht. We moeten hem op... Hoe zien we dat? Niet. We gaan gewoon even een commentaar geven, want dit is allemaal bijzaak. Vieira aan de bal. Nog steeds wel iets verdediger. Nick, die kan natuurlijk een beetje achteruit hangen. Vraag is natuurlijk... Renzo, die kan volgens op rij spelen. Renzo Umrausing. Marcelo, die gaat de kop er wel aan de wind. Maar uiteindelijk Gullit ook. En uiteindelijk balverlies op een gevaarlijke positie. Ronaldo Lima aan de bal voor Fortuna Sittard. Mbappé, wat kan hij doen? Neymar, boven is de ruimte. En er wordt gezien. Nou, uiteindelijk Ronaldo. Kan hij de voorzet geven? De AK en Gullit verdedigt hartstikke goed. Ik heb mijn onderzoek afgerond inmiddels. En Van Dijk en Gullit, dat is geen hyperlink. Dat is gewoon een sterke link, zoals ik al vermoedde. Okay. Wat betekent dat hij dus voor 2 punten telt en niet voor 3. Oké, okay, nice. En hoe zit het? Ja, maar nu doe je Cedar van Dijk. Maar hoe zit dat nou met Gullit van Dijk? Ja, grappig. Nee, okay. Prima. Maar oké, dat is toch steeds wel een beetje hetzelfde. Nog steeds Nick met balbezit natuurlijk naar die
kunnen we dat dan aftrapglitch noemen, Rob, als het begint een beetje zo Nou, ik weet niet. Het wordt. Is eigenlijk wel inderdaad van de aftrap. En dan is het ook nog met een iets wat overpowered is door die Bolassi-flik of wat was het? Was het een Bolassi-flik of die andere? Dat was een Tornado volgens mij. Tornado. Door dat te doen. Kijk eens. En dan ook nog hoe die erin gaat een beetje... Beetje gelukkig. Aha. Ja, het is gewoon een combinatie, een mengelmoesje. Een combinatie van wel geen? Ja, gewoon van alles. Oké, nice. Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Nee. Okay. Dan gaan we gewoon lekker verder. Dat hebben Fortuna nog steeds. En met de inworpen. En ze willen natuurlijk aanvallende spelen. En dat is nou hartstikke logisch. Maar gaan we dan ook echt een bestorming zien op het verdedigende front wat FC Groningen heet? Op de verdedigende partij op dit moment. Het Ruudje Gullit die ongelooflijk aanwezig is. Wat een beest, hè, die Ruudje Gullit. Ik zou die zo graag willen, maar ik kom een paar miljoen munten tekort. Hoe duur is die wel niet? Ja, ik denk een stukje of 8. Ja, het staat nergens op. Hoe duur is een prime? Of is die al 8? Je zit toch op Fitbin? Kan je net zo goed even kijken. Dames en heren, we gaan jullie ook. Hebben jullie vragen? Laat het even weten in de comments. Dan maken we gelijk jullie Fitteam. Dan gaan we even gewoon vragen doornemen de volgende keer. En dan kijken we even hoe ver we kunnen komen. Kijk je op Fox Sports? Laat het even weten per postduif. We gaan even verder met Varaan. Tuurlijk. Neymar. Gullit is 4,9 miljoen. 4,9. En die, ja hoor. En zijn momentscard is 12,6. 12,6 miljoen. Een koopje, dames en heren. Del Piero Prime is 1,8. Jammer. Renzo zie je al echt spannen. Nick zag je ook al van dit wordt een hele moeilijke. 1,86. Daar hebben we dus al 1,2 miljoen verlies op geleden. Heel erg lekker. Frank gaat zo door. En uiteindelijk nog weer hier de corner. Gullit kopt de verkeerde kant op. En dan weer een corner. En die bocht het weer net over. En dit is een achterbal. En die komt Nick weer even op adem komen. Speel balbezit, zoals je ziet. Alle spelers zijn een beetje aan het dalen erop. Dat weet ik. Gaat het? Nee. Ik zie het aan. Oef, dat is een hele gewaagde bal. Maar uiteindelijk gaat het wel net goed naar Team of the Year De Gea, naar Team of the Year Marcelo. Of ook wel Toti genoemd. Accepteer je die term? Toti? Toti, nee, dat kan ik eigenlijk niet hebben. Oké. Okay. Ja, dat is een zonde. Ik, het is toch Team of the Year? Ja, eens. Ja, nee, rustig maar. Toti. Ja, Toti, ik weet niet. Ja. Dat klinkt niet. Nee, je zegt toch ook niet, hij heeft een if? Of een sif? Of een icon. Een icon. Nee, maar je zegt gewoon niet sif, als zeg het in vorm, sif. Of tots. Ja, tots kennen wel nog mensen. Dat ja, dus team ook of the years, die worden, team of the season worden wel vaak genoemd, maar dat maakt verder niet zo over uit. Maar ik vind het ook niet klinken, maar ik hoor Basje alleen maar zeggen. Wat? Ja, Toti. Toti, nee. Of ik Bob vind van Ajax, maar maakt niet uit. Dat vind ik dus helemaal niks. Cody. Magnet. Oh, dit is heel erg dom balverlies. Kan hij nog één keer? Nee. Nee, dat kijk, is... En Renzo zie je al gelijk een beetje behalen. Ja, dit deed Nick expres. Hij heeft één schot, één op doel, één doelpunt. En het was ook nog, ja... Een vervelend doelpunt. Een vervelend doelpunt. Eusebio Prime is ook wel lekker aanwezig. Ik zou Eusebio Baby ook graag willen. Het zijn zoveel goede kaarten hier bij de Eredivisie, dames en heren. Je kan ze allemaal pakken. En dan denk je van, ja, zou jij dan een keertje niet zo'n kaart willen, Rob of Frank? En dan denk je, ja, maar ik kan het gewoon echt totaal niet betalen. Tenzij je Team of the Year Messi pakt en die gelijk verkoopt en daar van Ajax koopt. Maar dat doe je natuurlijk niet. En ik koop zo gratis. Het is gewoon echt een mislukte investering, als je mij vraagt. Ja, want hij is ook nog eens flink gedropt. Ja? Hey, maar weet je wat ik nou? Ik vind het zo bijzonder. Hij wisselt. Zeg eens, Rob, wat je bijzonder vindt. Hij wisselt nu Eusebio en Ronaldo om. Oké. Okay. Maar dat doet hij dan zo bij mij altijd. Dan gaan die spelers helemaal door elkaar heen lopen. Dat glitch. Ja, ja. Oké, gaan we door. En uiteindelijk zien we hier Ruud Gullit. Ja, gaan we verder. En de tweede helft. En natuurlijk moet Renzo nu komen. En Nick heeft zoiets van, ja, een 1-0 vind ik hartstikke prettig. Met een gelijk spelletje is hij nog niet zeker nogmaals van de poolwinst. Want we hebben hier Excelsior en Feyenoord. Die natuurlijk ook tegen elkaar spelen na deze wedstrijd. Dat betekent dat Feyenoord en Excelsior, als daar een van de twee wint, komen die op 12 punten. En Nick zit nu op 10 punten. Dus jullie rekenen maar uit. Hij moet echt winnen. Deze pot is van cruciaal belang. Een goede dubbele schaar. Een aardige actie. Maar uiteindelijk toch de inworp van Groningen. En uiteindelijk goed afgepakt door Renzo. Hebben we eigenlijk wel al benoemd dat Groningen wel sowieso door is? Hij is sowieso tweede. Hij is sowieso tweede, ja. Ja, klopt. Is dit. Ze zijn een beetje achter elkaar rennen, alsof je zo'n ticketje doet. En dan gaat de bal ook en zo lachen. Ja, ze zit ook aan te lachen. Ja, dat is mooi. Hou ik van. Vind ik mooi. En uiteindelijk zullen we ook nog wel even benoemen. Doen we gewoon even voor de dames en heren thuis. Toch wel even benoemen dat NAC Breda en Willem II helemaal nergens om spelen. Maar dat het wel gewoon een hele leuke derby is. Wat het wel gewoon interessant maakt. Menno is aanwezig. Vieri is aanwezig. Altijd. Gegarandeerd spektakel. Oh,
Ik, wil je wat zeggen, ik hoor nu iets over de regels. Die hebben we ook net overigens zitten te lezen. En het gaat natuurlijk op doelsaldo. Dus stel nou dat Feyenoord Excelsior gelijk wordt. Heeft iedereen 10 punten. Nou heeft Groningen wel verreweg beter doelsaldo. Het beste doelsaldo. Ja. Maar als hij dik verliest, zou dus zijn doelsaldo slechter kunnen worden. Maar nu gaan we wel heel ver door. Ja, ik wou het zeggen. Maar Groningen staat 1-0 voor en dan moet Groningen verliezen met 3 doelpunten verschil. Ja, zoiets. En dan moet ook nog... Dus dan moet Renzo, ja. Dus moet het 4-1, 5-2 worden over 3 potjes. Ja, maar dan moet ik wel even mezelf herstellen. Want ik zei net al dat Groningen zeker door is. Nee, dat is maar dat waar. Is niet. Maar... Nee. Stel wat ze... Het is stel wel... Even, zeg maar, officieus is die al door. Maar officieel nog niet. Ja, nee, eens. Dus dat rechtgezet hebbende, gaan we gewoon weer lekker verder kijken. Want als Groningen gewoon wint, kunnen we rekenen en doen wat we willen. Ja, eens. Dan is hij zeker eerst in de pool. En daar gaat hij zelf ook voor. Hier gaat Sergio Ramos, die de bal... Sergio Ramos, toyboy. Lekker man. En uiteindelijk zien we toch wel iets langer balbezit voor Fortuna. Die toch wel even rustig aan probeert te doen. Want ja, 1 doelpunt verschil, er kan nog alles gebeuren, Rob. Als jij 1-0 achter stond tegen de koploper en uiteindelijk heb jij al play-offs bij jou... bewerkstelligd. Wat zou je dan doen? En dat vraag ik gewoon echt in een professioneel man die echt weet hoe goed kan spelen. Je bent al door, dus op zich is harder verliezen is niet erg. Dat is alleen mentaal misschien niet lekker. Nee, eens. Maar, dat kan misschien wel doordreunen. Maar aan de andere kant is het mentaal ook wel heel lekker als je de koploper verstaat. Dat is dus absoluut ook eens, Rob. Ik zou wat aanvallender gaan voetballen. Nog niet de eerste wedstrijd. Nee. Nu nog niet. Want jij hebt nog die tweede game. Oh, Gullet. Gaat er beginnen. Onderbreek je me vooral. Hoezo geeft hij niet? Ah, oh, sorry. Ik was even helemaal op de wedstrijd. Sorry. Als er is erin komt, ben je me dankbaar. Oké. Okay. Ja, ga verder. Maar ja, zeg maar, nu is de eerste wedstrijd. Volgende week krijgen we natuurlijk de return. Ja, dus dan zou ik in die return wat meer risico gaan nemen. Om... Oké. Okay. Heeft hij wel een week, de koploper, heeft even een weekje de tijd om dat... Ja, en wellicht de koploper te verslaan. Dat is dan wel weer lekker. Eens. En helemaal als hij dan vervolgens niet doorgaat, dan kun je echt lachen. Zeker, dat zou ziek zijn, ja. Maar dat zie ik niet gebeuren. Ik heb Nick wel hoog zitten. Ja, ik acht de kans dat Nick hem gewoon rustig gaat winnen. Ik heb Renzo ook heel hoog zitten. Oh, iedereen. Je wil iedereen te vriend houden, ik merk het aan je. Ja, ik ben zo'n persoon. Wat een actie, Vieira. Heel rustig. Verdedigt hem uit op Sergio Ramos. Lekker. Ja, je ziet toch wel, Fortuna blijft best wel met wat mensen voor, hè? Tuurlijk, hij wil toch gewoon lekker. Het is niet achteruit lopen. De 70ste minuut. Er is nu al... Daardoor wat ruimte? Iets bij Ronaldo. Die geeft hem aan Neymar. Oh, en dan gaat de bal uit in 71 minuten en dan kunnen we wissels. Wat gaat Nick wisselen? Ik ben heel erg benieuwd. Gaat hij toch af voor Neymar uiteindelijk? Even kijken of hij daar een wissel in kan brengen. Zou er uiteindelijk nog een Mbappé? Nee. Eusebio zou uiteindelijk ook nog wel toe zijn aan vervangen, denk ik. Maar toch nog geen wijziging voor Nick die alleen maar lekker aan een flesje water zit te lurken. En we wachten nog 20 minuutjes en valt een flesje om. En we wachten gewoon even rustig tot de heren weer kunnen beginnen. Want wij hebben er hartstikke veel zin in. Wij hebben hartstikke veel zin in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. En uiteindelijk willen we gewoon dat het goed eindigt. Ook voor beide heren. En Renzo heeft gewoon niks te verliezen nogmaals. Of niet, Rob? Ja, inderdaad. Die speelt nu natuurlijk gewoon, ja, zoals we zeiden, eigenlijk nergens meer voor. Nee. Kan niet meer degraderen. Kan niet meer direct gaan. Dus... Ja, ik vind gewoon dat hij gewoon wat meer risico moet nemen. Dat vind ik gewoon leuk. Oké, okay, nice. En Nick, denk je dat het dan echt 1-0 wordt? Kijk, hier komt weer die El Tornado die zo overpowered is. Jij roept dat elke keer. Het is ook in één keer gebeurd als je dat was de eerste goal uit. Ja, maar toen riep je het niet. Toen waren we nog niet bezig. Oh, yes. Dat is 1-1. Lekker zeg. Cristiano Ronaldo met de 1-1. Dat is een prima goal. En Nick zit toch wel een klein beetje in de penarie. Want hij wil zo graag winnen. Hij wil zo graag eerste worden in deze pool. Wat zo belangrijk is. Ja, en ja, gelijkspel is hij wel door. Nou ja, natuurlijk is hij bij gelijkspel wel door. Maar hij is niet... bij gelijkspel is hij ook wel door. Maar, nee, zeker. Ja, hij is zeker door. Maar alsnog, hij wil... Ja, ik denk wel dat hij gewoon wil winnen. En ik kan zomaar in de laatste minuut kan je een kans tegenkrijgen. En dan gaat het zomaar allemaal hartstikke mis. Nee. En dat zou je niet willen. De laatste 10 minuten. En dan gaan we nog. Ramos, gaan we nog. En dan een... Ja, ik denk wel dat beide partijen zoiets hebben van gelijkspelletjes, prima. We gaan wel even kijken wat het wordt. En dat zie je ook wel een beetje aan het spel, hè. We kunnen dus de wedstrijd wel een klein beetje ophypen. Maar je ziet gewoon aan allebei de heren dat ze een gelijkspelletje wel prima vinden. Omdat Nick door is en Renzo nergens om speelt. En dat zie je wel een klein beetje terug aan de wedstrijd. Ja, we hebben dadelijk nog een wedstrijd natuurlijk. Ze kunnen niet 90 minuten lang dit blijven doen. Nee, eens. Dat kunnen ze niet doen. Dus dan wordt het vast wel spektakel. Ik word er niet zo. Kijk, komt-ie. Ja.
Nog één keer. Moet Renzo wat lullen? Niet precies wat. Ik zou ja, hij had het op een switchen, dat hij auto-switch werd. Terwijl ja. dat hij dat altijd uitzet, maar dat zal hij dan vergeten zijn. Heb jij dat aanstaan, dat auto-switchen? Nee. Nee? Volgens mij niet. Ja, ik heb dat dus wel. Ja, maar dat is ook wel een beetje alle kaliber spelen. Voor ja, dus ik denk dat ik het straks ga veranderen. Zal ik nog één keer krijgen? Ik denk dat Nick zoiets nu wil hebben van, ik wil de laatste aanval. Dus ja. hij gaat gewoon even rondtikken tot de 81ste minuut, 90ste ja, minuut. Ja, hij heeft dan, sinds de 78ste minuut al de bal, zeg maar. Ja. Dat is een beetje jammer inderdaad. Ja. Dus hij natuurlijk expres, hij wil gewoon de laatste aanval hebben. En dan hopen dat hij ja, kansen kan creëren. Maar de laatste aanval hebben is oké, maar ik snap het ook wel. Maar zeg maar, hij doet dit al sinds de 78ste minuut. Als je tegenwoordig een kwartier voor het einde van de wedstrijd al gaat denken aan die laatste aanval, is dat niet een beetje overdreven? Ja, eens. Ja, eens. Ja, natuurlijk nee, is het overdreven. Het is ook niet leuk om naar te kijken. Maar ja, dat zijn wel de keuzes die er worden gemaakt. Ja, natuurlijk. Ik snap het ook dan. Ja, ik snap het ook wel. En in een sportief belang is het ook gewoon hartstikke verstandig. Maar ja. Er heeft ook iemand kijk, op nu gaan ze aanvallen. Ja. Nu gaan we het nog een keer proberen. We willen nog een keertje terug waarschijnlijk. Oh, goed diep, ja. Nu moet het dan gebeuren voor Nick. Met Ronaldo. En die verliest de bal. En dan is dit niet eens een corner. En dan is het dus afgelopen. Klaar. Want die finito. Bal, finito. Dit is ook nice. Want dat, oh, nee, fluit af. Ik wou zeggen, er was nog op pauze gedrukt. Het zit erop. Wedstrijd 1 tussen Groningen en Fortuna eindigt in een 1-1 stand. Met één schot op doel van FC Groningen. En die prachtige goal na 3 minuten. We zien jullie graag volgende week terug voor de return. En tot dan. Ciao. De eerste wedstrijd zit erop. Hoe kijk je er op terug? Saai pot. Ja, ik scoorde vroeg 1-0, hele lelijke goal. Voor de wedstrijd was er wat gebeurd, waardoor ik een beetje aan mijn concentratie raakte. Dus toen kwam ik 1-0 voor, toen dacht ik van nou, ik laat het liever zo. Dat ik gewoon die tweede pot dan misschien eroverheen knal. Of ik heb de winst ook niet echt nodig, dus ik vond het prima even zo. Alleen toen maakte hij nog 1-1. Ja, wat was er voor de wedstrijd gebeurd? Ja, dat is verder niet echt belangrijk, maar ik had een akkefietje met iemand en toen, dat was 1 minuut voordat we begonnen. Toen werd ik een beetje chagrijnig en ik ben daar een beetje slecht in. Dat blijft in mijn hoofd spook tijdens zo'n pot. Dus toen dacht ik van, dan hou ik het liever op 1-0. Dus had ik maar 1 schot en dat was gewoon een saaie wedstrijd. Dus ik hoop dat ik het volgende week beter doe. Is het dan moeilijk om je nu nog extra te motiveren op het moment dat je weet dat je verzekerd bent van die play-offs? Ja, om eerlijk te zijn, ja, een beetje. Maar het is wel zo dat ik nu... Ik heb ook iets aan mijn team aangepast wat ik normaal gesproken echt nooit zou doen. Ik speel met 4 centrale verdedigers namelijk. Om de voorzet eruit te halen. Omdat de laatste wedstrijd heb ik gezien dat ik best wel voorzetten tegenkreeg. En ik moet zeggen, het bevalt me wel. Dus ja, het is wel waardevol. Maar ik wil natuurlijk wel gewoon winnen. Ik speel tegen Nick. En ik ga het hem niet cadeau geven. Basic Fit. KPN. En Fox Sports, partners van de Eredivisie.